Welkom bij Landleven. Mijn naam is Nick van Zutphen. Nou, zoals je kan zien heb ik eigenlijk de constructie al staan en ook de eerste ring zit er al op. En eigenlijk even voor de duidelijkheid wil ik je laten zien dat hij zit nu nog los. Maar zo'n ring is dus echt een geheel. Het zit geschroefd en gelijmd op alle hoeken. En dat verband maakt dat het geheel stevig wordt. Nou, voordat we de plank kunnen gaan zagen, wil ik je even uitleggen hoe dat nou zit met die ringen. Er komen 4 ringen op en de afstand tussen de ringen is 20 centimeter. Nou, en dat meet ik eigenlijk door deze bovenste rand aan de binnenkant van de plank te meten tot, en dan gaan we 20 centimeter omhoog. En op dat punt, ook hier aan de binnenkant, komt dan de volgende plank tegenaan. En zo gaan we verder naar boven. Nou, als je kan zien heb ik hier die lijnen al getekend. En als we dit kruispunt van hier tot en met hier meten, dan is dat in mijn geval 46 centimeter. En dit kan altijd een beetje afwijken, omdat als je zeg maar de hoek van deze palen net ietsje anders is, dan worden al die maten anders. Dus daarom is het eigenlijk belangrijker om te begrijpen hoe het concept werkt, dan dat je alle maten exact weet. Nou, in mijn geval is het 46 centimeter en dat is eigenlijk genoeg om het hout te gaan zagen. Dit is een van de planken van de tweede ring. Nou, zoals je kan zien zijn er een aantal dingen opvallend. Het is onder een hoek afgezaagd en er zit een inham in. En het is ook eigenlijk belangrijk om even te zien dat hier deze snede dus zeg maar onder een afwijkende hoek is in plaats van 90 graden. Maar daar kom ik zo meteen op terug. De afstand die wij net hebben gemeten is van deze bovenhoek tot deze bovenhoek. En dat is in mijn geval 46 centimeter. Wanneer we even naar het proefplankje kijken, dan kan je zien dat die 46 centimeter eigenlijk lijn A is. Maar vaak eigenlijk begin ik met lijn B te tekenen. Lijn B staat onder een hoek van 129 graden. En dat doe ik eigenlijk met een gradenmeter, zoals je kan zien, waar een lineaalstuk aan zit. En als ik deze vlak af met de bovenkant leg, dan zie je dat die dus overeenkomt met zowel lijn D als lijn B. Zodra ik lijn B heb getekend, kan ik 2,5 centimeter op 2,5 centimeter afstand lijn D tekenen. En dat is zeg maar haaks gemeten. Vervolgens kan ik vanaf hier van de onderhoek 7 centimeter omhoog meten. Dat is op het plankje E. En daar staat haaks lijn C. En lijn C heeft dus een lengte van 2,5 centimeter en E is 7 centimeter. En daarmee weten we eigenlijk dat dit rode stuk is wat we eruit moeten zagen. Het enige wat daar nog in mist is lijn F. En lijn F staat onder een hoek van 61 graden. Zo. En die meet je eigenlijk als volgt. En ik doe dit dus haaks op de plank afmeten. Terwijl we er eigenlijk wel onder een andere hoek doorheen zagen. Maar dit is eigenlijk met afstand de makkelijkste manier om het af te meten. En het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En ja, nu we dit weten, kunnen we eigenlijk gaan beginnen met het afzagen van de andere overige 3 stukken. Zoals je kan zien ben ik klaar met zagen en ben ik begonnen met het in elkaar zetten van de tweede ring. Ik heb deze hoek hier al vastgezet met schroeven en lijm en ik ben nu met deze hoek bezig. Zoals je kan zien zet ik ze eigenlijk onder de hoek zoals de planken uiteindelijk moeten komen, zodat ze goed aansluiten en dat ik helemaal rond kom. En ik gebruik dan wat houtjes om zeg maar, de planken te stutten, zodat ik goed kan voorboren en schroeven. En dan kan hij erop. En dit is soms... Ik wil dit nog wel eens een beetje klemmen. Maar als het goed is, past dat dan heel mooi. Met alle ringen op hun plaats heb ik nog 1 tip. Schroef alleen de onderste 2 ringen vast aan de balkjes en laat de bovenste 2 nog even los. Dat maakt het namelijk voor jezelf een stuk gemakkelijker met schilderen en het vullen van de grond later. Omdat je dan de ringen er even af kan halen en ze erop kan zetten wanneer je daar allemaal klaar mee bent. En daarmee is de aardbeienpyramide klaar. In het magazine vind je meer informatie over een totaalstappenplan hoe je de aardbeienpyramide bouwt en een overzicht van alle spullen die je nodig hebt om hem te maken. En ja, dat rest mij dan eigenlijk niets anders te zeggen dan mijn naam is Nick van Zutphen en tot later.